Ergens, op een plek hier ver vandaan, lag het prachtige land Kekistan. Het was er vredig en mooi. Zonder racisme, zonder seksisme of wat voor vorm van onderdrukking dan ook. Tot op een dag Normie Stan de aanval opende. De Normies vielen het land binnen. En sindsdien zijn er honderdduizenden Kekistani op de vlucht. I am Kekistan. 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 De oorlog bleek een cultuuroorlog. Het slagveld was het internet. En de prijs? De vrijheid van meningsuiting. Most people are not even aware that this war is going on. But nonetheless, I mean, it's an important battle for the internet and what happens online. Normies zijn mensen die in de mainstream zitten, mensen die niets van gamercultuur begrijpen, mensen die niks van, die eigenlijk niet kunnen internetten. We're in this perverse time, hence Kekistan, right? Everything's upside down. What's in is out and what was out is in. The anti-establishment has become the establishment. Een verzetsbeweging is opgestaan. Waar vechten ze voor? Dit is Tegenlicht. Welkom in de frontlinie van de online cultuuroorlog. Ze noemen zichzelf Kekistani en ze zeggen een onderdrukt volk te zijn uit het fictieve land Kekistan. Hier creëerden de trollen, de shitposters, de online grappenmakers een eigen cultuur en religie. Met een eigen god, een profeet genaamd Pepe the Frog, een eigen volkslied, een president en een vlag. But here we go, I finally got it. All the way. From the great land of Kekistan. My very own Kekistani flag. That is just full of meme magic. De vlag dook op in heel Amerika bij pro-Trump protesten en rallies voor vrijheid van meningsuiting. Kekistan veroorzaakt veel verwarring. Er zijn mensen die het fictieve land associëren met radicaal rechts en alt-right. All I need to know is that flag looks like the Nazi flag without a swastika. All you need to know is that. That's a parody. The green and white flag is a parody of the flag used by the Nazi armed forces during the Second World War. We in the media got our first taste of this war when these strange flags started showing up at Trump rallies all across the nation. It's the latest in a long line of sexist, racist, and homophobic memes by the alt-right targeting your children. Hello, Jesus here. Just want to let you all know that Hitler did absolutely nothing wrong. If the Kekistan flag looks strangely familiar, there's a reason why. Watch what happens when it's placed over top this racist Nazi flag. It's almost an identical match. The Kek movement depends on a secret language of sexist, racist, homophobic code words and symbols. Wat is Kekistan precies? Is het echt radicaal rechts? Waarom associeerden honderdduizenden mensen zich online met Kekistan? Op zoek naar de betekenis van dit fictieve land kwamen we uit bij een van de oprichters. Hello, my name is Jeff Holiday, and today we're going to be answering the question, what is Kekistan? For many people, Kekistan is a very confusing thing, suddenly springing up out of nowhere on television and in articles, and everybody seems to have the same question of, what is Kekistan? I started a YouTube channel about 4 years ago, mostly focusing on pseudoscience, and then I got into politics, identity politics for a while. I'm 35 years old, father of one, and I'm just kind of an average, ordinary American. I just happen to look a little funny. What's going on, everybody? Jeff Holiday here, and guys, things have been changing and moving very, very rapidly. What's been happening? Well, it's really hard to get into details at the moment, but there are big changes coming my way.
Kekistan in its current form came about because one YouTuber by the name of Sargon of Akkad realized that there was a way to get a new ethnicity put into the census data for the UK. Because of that, he started thinking and just getting this idea that if he could make an ethnicity for what we like to call shit posters, or you might call them pranksters, then it would be an interesting way of trying to make a mockery out of identity politics. Well, identity politics? Well, what's wrong with identity politics? Well, everything. Everything's wrong with identity politics. Identity politics breaks down the individual and puts them into categories like white or black or Muslim or Christian. It dumbs down a conversation into basically the components of who a person is, but not who they are as a person. So one fateful night, a group of people, me included, got into a Skype call and we just started memeing our brains out. We invented Kekistan because so much in the media had been going out of control, trying to label everything as this is racist or this is problematic, this is dangerous, and these were all inherently just jokes. Most of them were just jokes or average everyday things. And so we made Kekistan to go against identitarianism. And I'll give you a hint. Do you have any stuff related to Kekistan? Oh yeah. I'm not really sure where it is. Honestly, I don't know where those Kekistan flags went. I think they're as buried as the meme. Maybe. I don't know. Shit. I guess I could ask my wife. Honey, where did my hate symbol go? Have you seen this news clip? This is the Kekistan flag. It's a fictional country. It's a symbol of white nationalism. These are groups that espouse, in many cases, violence and certainly white supremacism, anti-Semitism, anti-gay, anti-black, anti-immigrant sentiments. Oh my, that does not sound very good at all. I mean, who would want to be part of this Kekistan thing? It sounds like they're the most vile people in the world. Garage is a mess. That's a hot mess. Oh, shit. Yeah, I found one. So this is one of the ones that somebody sent me back in the day. I've still never actually opened it, but I guess I can now. I can kind of see how some people might think that's intimidating. I get it. Yeah. Why? I get it. Well, I mean, come on. Because it looks like actually a hate symbol. But that was kind of part of the, that was part of the idea. Aanstootgevende grappen maken om te vechten voor vrijheid van meningsuiting. Kekistan is niet de eerste online meme die verwarring schept door radicaal rechtse symboliek te gebruiken. Neem Pepe the Frog. Een cartoonkikker en misschien wel de oudste en bekendste online meme. Wat is een meme? Simpel gezegd is het een online grap die vaak wordt gedeeld. Pepe kreeg een politieke lading toen Trump tijdens zijn campagne een plaatje van zichzelf als Pepe twitterde. En ook Thierry Baudet flirte met de kikker. Op dat moment was de kikker al lang niet meer zo onschuldig. Er verschenen steeds meer racistische en haatdragende Pepe's. Pepe werd officieel tot haatsymbool verklaard, net zoals de swastika en het logo van de Ku Klux Klan. En ook Hillary Clinton noemde de meme onomwonden een haatsymbool verbonden met alt-right. Pepe is een voorbeeld van een stukje populaire internetcultuur die al dan niet terecht de bestempeling van radicaal rechts krijgt. Het gevecht van de Kekistani speelt zich bijna geheel online af. Soms, heel soms, zie je ze in het echt. Zoals bij dit protest voor vrijheid van meningsuiting. Hier kwamen de Kekistani met andere internettrollen samen. Tim Pol is onafhankelijk journalist die op YouTube verslag doet over de online cultuuroorlog.
als geen ander kan hij ons meenemen in een wereld die vaak verborgen blijft voor de mainstream media. This is absolutely ridiculous. So behind me, we've got, which I don't even want to call the free speech rally, it's 4chan poll, as my Boston friends have pointed me. And then over here, we've got a large group of socialists. We've got some individuals in Black Bloc. Now, I'm going to... Yeah. Get out of our city! They're just yelling that these people are Nazis. I'm a journalist. The easiest way to explain what I do, I guess. I travel around filming breaking news events, trying to explain what's going on. What I mostly do, though, is publish on YouTube. And actually, Twitter is my main vehicle for distributing information. Now they're chanting USA, USA. USA, USA, USA. You know what? You guys that are watching, I'll tell you exactly what this is. This is called LARPing. This is live action role play, where this group thinks that they're fighting Nazis. They aren't. And this group is actually just a bunch of trolls that are trolling the people who think they're fighting Nazis. I think this group is doing everything, for the most part, tongue in cheek. I mean, look, they've got Pepe shields. They've got Pepe shields. They're chanting love trumps hate. And the guy with the megaphone is making jokes. The people over here are dead serious that they're fighting Nazis. But now I'm gonna walk over to the great land of Kekistan. And I feel like most of what you guys are doing is kind of tongue in cheek. It's kind of a joke. They're dead serious. They think that they're in the revolution. And the thing is, like, a lot of it is a joke, but the free speech part is in the joke. That's a very serious topic that obviously all of us care about. But yeah, I mean, they actually think. On the press. What were they chanting earlier? Love Trump's hate. Love Trump's hate. Like, you guys were chanting love. So took one of their things and just. It confuses them. Right. No, we're just chanting their chants back. I don't think they realize what the dynamic is. We don't like Nazis either, or like we don't like people who see individuals as part of a collective and then judge them on an individual basis. I love that there's an anti-USA group in the USA. You know who does that? Nazis and leftists. And these people are dead serious. Now they're chanting, refugees are welcome here. So these people are down there, and I think many of them don't actually believe anything having to do with the rally itself. They're making jokes, they've got the Pepe flags. But people up here are chanting that they're Nazis, they want to kill Jews, they're white supremacists. Well, they are. Have you ever been on 4chan? Have you seen the stuff that they write and that they repeat over and over again? So after a while, it's not a joke. If you say it that many times, it's not a joke. They do what you're saying. Go. Ow. Don't touch me. Ow. Bye. Sorry, guys. Bye. Ow. Why? Fuck off. Get out of here. Seriously. Get the fuck out of here. They were defending the Nazis. I'm trying to say that they're not Nazis. Get the fuck out of here. What do you report on right now? Like, what's your subject? I always have a difficulty in trying to explain what the through line is for my reporting, because honestly, I don't really know, but I think it's issues of civil rights, free expression, and things like that. And so today, I think one of the core issues is freedom of speech, particularly because we've seen this trend throughout the United States with people claiming that hate speech is not free speech, that you shouldn't be allowed to say things that are discriminatory. And while I certainly do not like discriminatory speech, I really detest hate speech and racism, I think it becomes dangerous when you allow an authority figure, be it a social media platform or a government, the right to dictate what speech is or is not hateful. You'll start seeing actually important conversations get silenced. Is de vrijheid van meningsuiting in gevaar? Deze vraag leidt al snel naar 4chan. Een online platform met 4 miljoen bezoekers per dag. Er wordt gezegd dat het online forum 4chan een van de duistere hoeken van het internet is. Daar waar de neonazi's zich verzamelen. Anderen zullen juist zeggen dat dit de plek is waar alles gezegd mag worden. Terrence noemt zichzelf Kekistani en zit veel op 4chan. Dit is 4chan. 4chan is een internetforum / imageboard waar mensen persoonlijke verhalen, foto's en plaatjes met elkaar delen. Okay. Je wil natuurlijk de meeste offensive stuff zien.
Dus gaan we eens even kijken van wat voor onzin we vandaag allemaal tegen gaan komen. Vind je jezelf Kekistani? Ik ben Kekistani, ja. En waarom? Omdat Kekistan onderdrukte mensen zijn die hun eigen land verdienen. En we verdienen gewoon dat wij verlost worden van de conservatives en van de lefties. Van de communisten en de feministen. We moeten van ze af. En we willen gewoon ons eigen Kekistan hebben. En waarom moet je van ze af? Het zijn normies die ons proberen te corrupteren met hun right and wrong think. Wat zijn normies? Normies zijn mensen die in de mainstream zitten, mensen die niets van gamercultuur begrijpen, mensen die niks van, die eigenlijk niet kunnen internetten, mensen die alles op Facebook voor het eerst zien. We hebben hier een aantal boards die vrij populair zijn. Je ziet hier politically incorrect. Dat is zeg maar waar de neonazi's zich bevinden. Je hebt random, oftewel bi. Daar zou ik eigenlijk niet over moeten praten, want als ik dat doe, dan breek ik de eerste twee regels van het internet. Dat is do not talk about bi en do not talk about bi. Een van de kenmerken van bi is dat er geen regels zijn. En dat maakt het juist een hub voor vrijheid van meningsuiting. En je ziet hier allerlei vulgariteit, trolls, mensen die elkaar belachelijk proberen te maken, hardcore porn. Eigenlijk de meest zieke shit die je op internet tegenkomt, die ga je hier zo vinden. En wat is dan de aantrekkingskracht van bi of van random? Dat alles kan. Dat als jij op Facebook iets zegt wat niet cool is, krijg je een ban, word je commentaar weggehaald of noem het maar op. Op B is er eigenlijk maar één regel en dat is dat de moderators geen regels hanteren, anders dan dat wat de moderator zelf vindt dat ze moeten doen. En kan je dan nog wat meer laten zien? Wat voor dingen komen daar dan op? Weet je het zeker? Ja. Okay. Kom maar. Gaan we even naar de catalog, gaan we even iets smeugs uitzoeken. Iemand opent de post hier, die vraagt B, why are black people acting entitled? When slavery ended a long time ago. Met andere woorden, van, er zijn een hoop mensen, zwarte Amerikanen, die vinden dat het witte Amerika hun schade moet betalen. Vanwege de slavernij van vroeger, terwijl dat lang geleden is geweest. Dat is eigenlijk wat hier begonnen wordt. Hoe 4chan werkt, is je plaatst een commentaar en je kan op elkaars commentaren reageren. En gelijk wat we hier zien is dat iemand hierop reageert met kek. Dat is weer die uitspraak LOL, maar dan voor de Kekistanis. Wat zien we hier nog meer? Dat is een image. Ja, dat is niet zo netjes dit. Dit is ugly. En dat vind jij dan dus eigenlijk ook niet oké? Nee, ja, persoonlijk vind ik dit natuurlijk niks. Dus vind jij dit dan te ver gaan? Nou, ik vind niet dat niet zou moeten gepost kunnen worden. Ik vind dat is gewoon aan diegene zelf. Om daar degene die dit gepost heeft, op zijn konto komt dit. Of ze daadwerkelijk zo racistisch zijn als dat ze zich eruit laten, dat is eigenlijk niet te stellen, want de ironie op ironie op ironie, op een gegeven moment weet je het gewoon niet meer. Maar het is op geen enkel ander platform mogelijk om dit soort onderwerpen te bespreken en dan op een grove manier uit te kunnen laten. But can you just, because what I don't understand is why. Okay, so you say it's a joke, mm-hmm. And I mean I see that. I see that it's a joke. I get the joke, you know, and it's sure. a good joke. But you, what I don't, I mean, there is a part in that is deliberately intended to shock normal people. Edgy. Yeah. It's supposed to be edgy. Yeah. Absolutely. Of course it is. It's on the internet. Of course it's supposed to be edgy. So then, when is it a joke and when is it not funny anymore?
That's a good question. I was gonna say something like, it's not funny anymore when somebody takes it too far, but that's actually kind of antithetical to the whole idea. You know, pushing the boundaries is kind of part of it. Memes als een manier om taboes te doorbreken. Charlotte, Jesper en Samuel zijn lid van de Facebookgroep Lavendelkinderen, die politieke memes plaatst over onder andere Thierry Baudet. Wil je er gelijk een lavendelmeme van maken? Ik wil hier wel een politieke lading aan geven. Iets met Kees Verhoeven, tegen de sleepwet en dan ja, voor de dus sleepwet. Oh. Zo simpel is het. Zo simpel kan het zijn. Ja, dat is een mooie. Dit is Kees. Ja, dat is Kees. En de meme was born. Ja, dat wordt vaak gezegd dat linksmensen of linkie-winkies, dat die slecht zijn in memes maken. En ik denk dat het vooral komt omdat je op rechts meer onderwerpen hebt om grapjes over te maken. Omdat mensen gewoon minder snel op hun teentjes getrapt zijn. Ja, het zijn gewoon minder taboes, wat dat betreft. Oh, eigenlijk... Kan je kop er niet op plakken? Ja, eigenlijk hadden we de tekst gewoon niet laten. En hier een omgrond of zo erbij. Ja, gewoon. Is er een politiek doel met de memes die jullie maken? Ik denk dat het eerder een symptoom is. Nou, ik denk dat het is gewoon onder mensen die hetzelfde gedachtegoed hebben, gewoon elkaar vermaken. En ik denk dat dat toch wel de voornaamste reden is waarom mensen pagina's opzetten en van alles lopen te delen. Gewoon vermaak. Je wil een gezellige echokamer en je vindt dezelfde dingen leuk. Weet je? Ja. Ja. Soort zoekt soort. En door zo'n bijna een geheimtaaltje te creëren, kom je toch een soort van in opstand tegen die establishment. Ja. Wat dan een soort grote groep normies geworden is. Kekistan is een verzet tegen identiteitspolitiek. Tegen het indelen van mensen op basis van geslacht, ras, geloof of andere kenmerken. Op zoek naar een antwoord komen van heinde en ver fans om Jordan Peterson te zien spreken. Peterson is hoogleraar klinische psychologie. Als conservatieve denker verzet hij zich tegen de identiteitspolitiek, die de witte man in onze westerse cultuur tot vijand zou maken en de mannelijkheid onder vuur legt. And to talk about white privilege is precisely that. It's racist. Period. And obviously, self-evidently. Because, well, look, it's based on race. You know, and there's so many differences between people. There's so many differences between people. You can't just do that. You can't pull someone out and say, well, you're the member of this homogenous category system. Voor wie kom hier? Jordan Peterson. En waarom? Nou, Jordan Peterson heb ik ongeveer een halfjaartje geleden leren kennen. Ja, want hij heeft het ook heel erg over masculiniteit, bijvoorbeeld. Ja, nee, dat is echt onder aanval. Ja. Kan je me dat wat meer vertellen? Nou, als jongen mag je eigenlijk geen jongen meer zijn. En dat beginnen we al steeds jonger mee met kinderen. Dat je als jongen echt wordt gestraft op masculine zijn. Ja, ik kom luisteren naar Jordan Peterson. Waarom? Ja. Waarom? Omdat ik hem heel inspirerend vind. En ik luister dagelijks naar hem op YouTube. Hij haalt heel vaak de evolutietheorie aan en zo van hoe we zijn geëvolueerd en hoe dus de man in de maatschappij staat en hoe het meest natuurlijk is voor de man om in de maatschappij te staan. Ik heb de eer, de hele, hele grote eer om de grootste spreker van vanavond aan te kondigen. Misschien wel de spreker waar veel mensen voor naar Rijswijk zijn gekomen. Hij is een held, omdat hij het niet schuwt, omdat hij zelfs de strijd aanbindt met het politiek correct denken. The rockstar of the Canadian academics. Professor
Jordan Peterson, welcome. So I'm going to talk to you about identity. And I'm very interested in helping people understand what identity means and then also maybe strengthening their identity. Because I can't really think of anything better than you could that you can possibly do than that. And I think in some sense it's the answer to all the problems that plague us, let's say. So I'm going to tell you a story. Hello. It's an honor to meet you. How are you doing? Good. Your YouTube channel has changed my life. Oh, good. In a really good way. Can that's I good. That's the right way for it to be changed. That's two. Thank you. The man who's changed my life. Thank you so hey, much. Hopefully for the better. Thank you. Hey, how are you? Zijn aanval op identiteitspolitiek maakte Peterson een online fenomeen. Binnen mum van tijd kreeg hij meer dan 1 miljoen volgers op YouTube. Zijn laatste boek, met richtlijnen hoe te leven, staat bovenaan de bestsellerlijsten. Waarom slaat zijn boodschap zo aan? There's nothing good about identity politics. Identity politics makes you guilty for the purported behavior of your group. Well, that's appalling. It's appalling. Here's the right wing's response. Okay, I'm convinced the world is a landscape of group identities, and power is the crucial issue. Now, you think I should be guilty about my group and its behavior in the past, but how about if I'm just not, and we play this game, and I'm bloody well going to win? This is what the radical leftists don't get, is that they expect that if we all play identity politics, that the white nationalists will be ashamed and guilty and go home. That isn't what's going to happen. They're going to say, okay, if that's the game, and I'm either going to lose or win, then I'm going to win. And that's partly why it's attractive to young men, let's say, because what are you going to do? You set the game, it's identity politics, then you're going to tell them to play to lose? Like, that's not going to happen. So, it's a deadly dangerous game. Would you also say that this group, these young men, this specific, do they have a problem? Yeah, well, they have the same sorts of problems that people generally have. They have existential problems, which is, well, life is hard and it's tainted by evil, and what's the point? That's the fundamental problem. That's the fundamental problem of human beings. But I think their problem is amplified to some degree because most cultures have a solution to that, which is to take up the mission of your culture, essentially, whatever that happens to be, and then to live that out. But our culture is so self-critical that we actually criticize young people, young men in particular, if they actually dare to do that. By taking their place in their culture, they're part of the oppressive patriarchy, or they're part of rape culture, they're part of toxic masculinity, or some such nonsense, essentially. And so you remove any pathway forward they have except that of weakness. And like, I don't regard weakness as virtue. De Ierse auteur Angela Nagle zat jarenlang zelf op het online platform 4chan om onderzoek te doen naar het ontstaan van deze subcultuur en de online cultuuroorlog. Hier zag ze de counterculture aan het werk, tegen de vermeende linkse dominantie in politiek, maatschappij en cultuur. So to me, the interesting question, and I think the interesting question to anyone who's trying to work out what is going on, should be, why is it that at this particular moment there was this huge
wave of anonymous, online, mostly very young and male support, at least kind of a casual rather than a very committed support to these far-right movements. And it's really those people, the trolls and the 4chan people and the Pepe, you know, guys, who I think are there because, yes, they were a backlash against what they saw as an overreach on the part of the social justice left. And why would they do this? Why would they flirt with this right and sometimes even extreme right movements? I think a lot of teenage boys have been drawn to the right in a way because if you're interested in politics, if you're interested in political ideas in the way that a lot of like smart and curious kind of teenagers are, you look around at what is there. And if you look at the left, you could, you know, if you look at the left that is there to a teenager, right? Not the trade union left or the left that is like campaigning for affordable housing or the serious left, basically, right? Which to me is something separate and is something I completely support. And but there, if you're a teenager and you're being introduced to political ideas, the version of the left that you see is the social justice warrior, cultural, kind of quite weird left, which is totally hostile to you as a man, and particularly if you are both white and male and heterosexual. You know, you are not really, you don't really have any reason to join in something where you are going to be, you know, immediately marked out as the enemy. And you know, a space in which you will have to apologize for your existence and for genetic traits that you have no control over. So why would a teenage boy want to exist in that world? You know, obviously the right is presenting a much more fun and in many ways a much more dignified kind of space, because it's one that says, actually, no, you can stand up for yourself. In opstand komen tegen cultureel links. Hoe doe je dat? Online zie je steeds meer jonge mensen die zich niet begrepen voelen door de mainstream media. Ze voelen zich zelfs onderdrukt en proberen daarvan los te breken. Jeffrey Rosse noemt zichzelf treitervlogger. Door zijn ongezouten mening te geven op YouTube en Twitter komt hij in opstand tegen de mainstream media. Ah, oké, gaan we weer. De met mijn belastinggeld gefinancierde staatsomroep promoot en propageert weer eens een politieke ideologie waar ik het absoluut niet mee eens ben. Sterker nog, waarvan ik de vijand ben. Feminisme. Aangezien een staatsomroep, nationale staatsomroep, namelijk neutraal hoort te zijn. Wanneer dat gefinancierd is met belastinggeld. Toch? Maar goed. Hey gozer, ben jij ook feminist? Nee. Ik geloof namelijk niet in het sociale construct genaamd patriarchy, oftewel een door mannen gedomineerde samenleving die speciaal gecreëerd is om altijd en overal vrouwen te onderdrukken. Ja, wat ik doe op YouTube, ik praat in één video tegen 32.000 mensen tegelijkertijd, met mijn abonnees, zeg maar. Die probeer ik niet altijd te overtuigen, soms wil ik gewoon even lekker zeuren, zeg maar, om even mijn eieren kwijt te kunnen. En wat is de online cultuuroorlog? De online cultuuroorlog is, zoals ik al zei, is echt de verzetsbeweging tegen het hele politieke correctheid. En de gevolgen die dat heeft op gewoon mensen die gewoon willen shitposten op internet, die gewoon grapjes willen maken, die hun meningen willen delen en die op alle soorten manieren tegengewerkt worden met bijvoorbeeld censuur op Twitter. En daar is dus een hele counterbeweging tegen, omdat wij vinden dat dat een grote inbreuk op de vrijheid is. Hey, denk je trouwens, Jeffrey, want dat, weet je wat me wel opvalt? Als je het hebt over die counterculture. Mm-hmm. Dat het wel veel mannen en vooral witte mannen zijn. Dat is wel een hele vocale groep erin. Maar dat komt ook omdat iedereen die aan politieke correctheid doet en in de mainstream media en zo, hebben bepaald dat de blanke man de boosdoener en de vijand is. Slavernij komt door de blanke man. Dit komt door de blanke man. Racisme, discriminatie, seksisme. Het is altijd de blanke man die het heeft gedaan, zeg maar. Dus daarom is die groep ook zo
vocaal daarover. Helaas is zij dus wel de CEO van YouTube. Ja, de CEO van YouTube is een extreem linkse feminist. Dat is Susan Wojcicki. Die haar macht en platform misbruikt om haar wereldbeeld, haar ideologie, haar feminisme door te drukken op YouTube en op de rest van de wereld. Dat is waarom YouTube nu zo kut is. Dat is waarom video's demonetized worden. Dat is waarom mijn video's demonetized worden. En dat is ook waarom jullie video's demonetized worden. Ja, wat voor mij, vooral dat is niet echt een dieptepunt, wel een enorme tegenslag is, is de manier waarop YouTube dus nu ook mijn video's probeert te censureren. De inkomsten worden weggehaald, dat soort dingen. Dus ik word wel echt sinds vorig jaar echt keihard tegengewerkt op YouTube. Op alle verschillende soorten manieren. Dat is ook wel best wel demotiverend af en toe. Stop je daardoor met video's te maken? Nee, dat niet. Nee, want ik kan mijn punt daar ook deels mee bewijzen. Mijn mening is dat, kijk hoe hard dit soort meningen worden gecensureerd. Hoe politieke correctheid alles overneemt. De media en ook de online media en social media en dat soort dingen. En als mensen dan zien dat een mening van mij op die manier wordt gecensureerd, dan kan ik daarmee ook mijn gelijk bewijzen. Het is niet de manier hoe ik het wil doen, maar ja, dat weet ik wel. Ik ben volgens hun dus de tegenstander en dan ga je ook zo gedragen. Dus dan ga je hun ook weer zien als de vijand, zeg maar. Lord of Darkness, my old friend. Normies oppressing us again. Watching commies flee on live streaming. Farming keks with all this dank meaning. Fight the brainwashing that was planted while in Yale. Fucking white male. Fighting for social justice. In Linda's dreams I'd be a cuck. But I've no time for peaceful trucks. Their sea of Marxist tears, allied with my fellow red pill peers. When my rage was stoked by the blur of an airborne wreck, base man with stick resists the call. USA! 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 You've got the flag of Keck. Yes. You want to tell me what's going on? Basically, a fictitious country that people on the internet made up. Oh yeah. Yeah. And why? A lot of people are saying that it's the Nazi flag. No, that's bullshit. But is it? It's got the bars on it, right? Yeah. Well, it's to make fun of. It's to like poke fun at it. What is it? Is it a joke or is it not a joke? I don't know. What do you think? I think it's a joke for a lot of those people. The people, as I say, who have anonymous accounts, who are quite young, who are not politically committed in any serious way to a movement, who know that they hate the cultural left and they hate, you know, all of that stuff, and they enjoy, you know, being part of a subculture that is flirting with something dark, you know, but that's, teenagers have been doing that for a long time. So, I mean, it functions in the way that, you know, punks wearing swastikas did, in the sense that they flirted with something of the far right, but kind of left open the possibility that it was a joke, that it was some kind of an in-group thing that the outside could not understand. And in a way, a lot of that looser, less committed, 4chan-oriented kind of world, online right world, they were doing that as well. I think that's basically what all this imagery and weird kind of subcultural stuff is about. They're breaking the taboo and they're flirting with the far-right imagery,
but they're not. But it's like image creation. It's aesthetics. It's they have this idea that like politics is mostly aesthetics. Je ziet inderdaad, omdat het establishment, of het nou intentie is of niet, omdat het effectief wat linkser is. Links georiënteerd. Ja, dat de tegencultuur die je dan vooral op internet vindt, die wordt dan vooral rechts. Mensen zoeken elkaar op, die verenigen zich. Ja. Het is een Amerikaanse uitspraak, die zei van conservatism is the new punk rock. Zeg, ja. Van, dus jaren 60 bijvoorbeeld, de 68 revolutie, dat was echt een linkse backlash tegen een super traditioneel gestratificeerde samenleving. Toen was de linkerkant aan de kant van de free speech en vrijheid. En we moeten overal over kunnen praten en taboes doorbreken. En nu is het andersom. Je zet je gewoon af tegen je ouder. Ja, dat is het in feite. Would you call this online, like the Kakistan kind of movement, would you call that avant-garde? It's a form of avant-garde. And the reason it is because it's a form of creative expression, and genuinely creative expression is always by definition avant-garde. It's what moves out into the unknown first. And it's also anti-establishment, right? Well, it depends on how you define the establishment, but the people who are doing this would argue that it is. You know, they would say, well, we're in this perverse time, hence Kekistan, right? Everything's upside down. What's in is out, and what was out is in. The anti-establishment has become the establishment. Well, what shape is the world in when the anti-establishment has become the establishment? Well, no one knows. Is it radical to be conservative? Well, right, who knows, right? It's not, the terms don't even make sense anymore, because radical and conservative don't mean the same thing. But we are in a situation where a call for return to tradition, let's say, and I don't mean a reactionary call, looks avant-garde and radical. They regard themselves as a counterculture to the mainstream media. They are basically saying the left's culture war that has been there since the 60s is now the establishment, and we are pushing against it. And we have to admit that that cultural left kind of has become hegemonic. And so, you know, they're not lying when they say that. And for them, you know, just to give you an example, I mean, since the book has come out, I've had parents say to me that they're worried that their teenage sons are going alt-right. So when that's happening, it's obvious that in a culture that already kind of fetishizes or kind of romanticizes, I should probably say, youth. That, you know, youth and counterculture and avant-garde and newness and all that stuff. It's like they're taking that energy of the left, and it's all being now channeled into the right. I am Kekistan. I am Kekistan. We are Kekistan. We are not racist. We are not anti-gay. We're not anti-anything except for anti-identity politics that tell us how we can't meme freely. That's the whole point. It's about freedom, and it's about expression. That's all it's ever been about. It's very, very simple.
But there's one last thing I'd like to add before we go. The message of Kekistan is extremely important. Meme freedom, the ability to express yourself without fear, without condemnation, without having to be impacted by identity politics on what you can say or what you can't say. That is important. But Kekistan should never be taken that seriously. Because we don't take it that seriously. It's the message, not the meme. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.